Welkom kijkers bij weer een nieuwe Roblox video. Dit is Retail Tycoon 2 op Roblox natuurlijk. En ik heb het spel al eens eerder gespeeld. Ja, je ziet het hier misschien wel in beeld. Ik heb best wel veel geld. Ik kan mijn andere winkel wel laten zien. Maar ik wil ook dat jullie een beetje een intake krijgen van hoe de game er precies uitziet. Hoe gaan we de winkel eens noemen? Nou, weet je wat? YouTube Store. Maakt mij het uit, joh. Oh, jeetje. Mina zeg. Altijd weer die klote haakjes. Ja, Tube gaat hij niet doen, sowieso. Dat doet hij altijd. Nou, misschien van alles wat. Video Store. Als dat niet kan. Nou, dit kan wel. Even een gebied hier claimen. Nee, dit lukt me wel. Die tutorial was er toen volgens mij nog niet eens. Oké, waarom hebben we een gele kleur? Dat vinden we even heel lelijk. We gaan rood doen. Hoppakee. We hebben maar 5000 money. Dat is niet heel veel. We hebben nog niks in onze winkel. Dat is vrij jammer. Maar ja, we moeten het er toch even mee doen. Volgens mij hebben we al lampen. Ja, we hebben al lampen zo te zien, volgens mij. Oké, en wat we eerst moeten doen, is een kassa plaatsen. Er zijn eigenlijk al wat updates geweest in deze game. Trouwens, deze kassa kostte 2000. Ik ben de vorige keer ermee begonnen. Maar weet je wat? Ja, ik weet dat het duur is en dat ik daardoor minder snel geld kan verdienen. Maar we doen het gewoon alsnog. We kopen de duurste kassa. Zijn we veel sneller klaar en zijn veel sneller van de klant af. En dan kopen wij even wat opslagrekken. En dan hebben we nog de helft van het geld over. Om onze truck te gaan spannen. En dan rij je gewoon even lekker. Ja, je kunt niet door een boom heen rijden, maar hier kunnen we wel doorheen rijden. Dan rijden we even lekker naar het grote magazijn toe. En dan gaan wij eventjes wat spulletjes ophalen. Oh, het is trouwens wel handig als ik een werknemer... Oké, het kost wel wat. Een kassier kost net zo duur. Oké, nou, boeien. Lekker boeien. Kijk, dit is wat we hebben. Maar ik klikte per ongeluk op de verkeerde knop. Koopgoederen. We kunnen speelgoed kopen, kleding kopen, ingeblikt voedsel, koud eten, klein elektronica, pc-elektronica, grote elektronica. Nou, en zo gaat het maar door. Die instrumenten waren volgens mij nog niet. Die huishoudelijke apparaten weet ik ook niet. Want ik had het spel aan het begin en buitenuitrusting was dat toen volgens mij ook nog niet. Ingeblikt voedsel, zoals je ziet, dat kan op onze planken. Speelgoed ook. Even kijken. Dat kan niet. Wat kan er nou nog meer? Oh, grote elektronica, maar dat kost ons nog veel te duur. Kleine huishoudelijke apparaten zijn ons veel te duur. Nou, dan blijft er eigenlijk niks meer over. Dus, wat wij gaan doen, wij kopen wat speelgoed. Dit is heel weinig, ik weet het. En bij kopen wat ingeblikt voedsel moeten we wel wat meer hebben. Nou, we kopen gewoon dit erbij. Koud eten kunnen we niet echt. Nou, dus we kunnen eigenlijk ons geld gewoon uitgeven. Onze truck zit ook al bijna vol. Ja, het is nu gewoon een klein pick-up truckje. Ik heb in de andere wereld wel een groter busje. Een sprinterbusje heb ik daar. Die kostte volgens mij 10.000. Ik heb één busje overgeslagen. Maar zo dus. En dan gaan we onze truck even legen. Kijk, tegenwoordig kan je ook zien wat erin zit. En nu wordt alles gewoon random ergens neergegooid. Oké, en de truck is uitgeladen. Ik heb nog geen restockers. Dat zijn aanvullers. Dus ik zal dat even zelf moeten doen. Oké, die ingeblikt voedsel dat is nu al op. En die speelgoed ook niet. Oké, nou, ik denk dat we het wel een beetje goed gevuld hebben. Dit is nog echt een noob store, kijkers, ik weet het. Maar we hebben wat, hè?
We moeten wel de nieuwe winkel starten, want anders weten jullie helemaal niet waar ik mee bezig ben. Ik zal eens even kijken. Als wij even een aantal likes kunnen pakken. Het liefst zoveel mogelijk. Dan wil ik ook nog wel een andere winkel laten zien. Maar dan moeten we wel een beetje voortgang in deze winkel hebben. Misschien ga ik buiten opnames ook nog wel wat spelen. Zodat ik hier wat verder kom. Dat jullie niet alleen maar hoeven te wachten. Nou. Diane. Gaat u goed werken of niet? Want anders ontsla ik je. Want ik heb hier een knop. En dan tik ik jou aan. En dan kan ik jou hier ontslaan. En laat me dat niet doen. Ik heb niet alles kunnen vinden wat ik wil hebben. Nou, als je dus op een zoeker stikt. Dan kan je dus een boodschappenlijstje zien. Dat zie je hier. Maar die gast heeft een aantal dingen niet gevonden. Maar boeit mij het lekker. Jammer dan. Want ik heb nog maar een babystore. En ik heb hier ook nog niks. Ik kan trouwens ook, ik zal het even laten zien, naar infrastructuur gaan. En als dan hier, dan kan ik zo een parkeerplaats plaatsen. Maar dat kost wel extra geld, omdat ik daar nog geen asfalt heb. Hier is wel asfalt, dus hier kan ik wel een parkeerplaats meteen plaatsen. Ik weet niet. Oh, aircondition, lijkt meer op een oven, maar goed. Dit is een afvalcontainer, nooit gebruikt. Hebben we eigenlijk ook niet, momenteel geen gebruik. Oh, dus het komt waarschijnlijk wel. En hier heb je opslagrekken, dan kun je ook die stokken huren. En die kunnen dan uit deze opslagrekken halen. En dan heb je ook meteen extra opslag te pakken. Dus ja, de game, ja, er zit wel aardig wat in. Maar nog niet heel veel. En tegenwoordig ook borden. En hier is onze plek waar we onze borden neer kunnen zetten. En dan hebben we dit. Ja, is eigenlijk een soort van het grootste bord. Die is heel erg groot. Ik heb ook nog een dakbord. Die is echt super groot. Niet normaal. En als we deze kunnen kopen, dan zou het wel echt heel vet zijn. 2000 voor een airconditioner. Oké. Vrij duur. De beoordeling was er toen ook nog niet. Dat maakt niet zozeer uit. Volgens mij. We kunnen een plantje plaatsen. Maar als je kijkt naar de prijs. Het is allemaal een beetje duur. Deze game is nou een beetje duur. Dat is nou het jammer hieraan. Als het goed is er al een Game Pass toegevoegd. Dat is aangepaste paletten. Als het goed is krijg je dan extra kleuren. Maar ik ga het echt niet voor 300 Robux. Kost dat niet eerst 200? Nou ja, boeien. Ik ga het in ieder geval niet kopen. Dit geld kost ook al een hele zoot. Maar ik snap alleen niet waarom ik geen geluid hoor. Die heb ik zeker nog. Nee, die staan wel gewoon prima. Dat komt omdat mijn Roblox geluid heel zacht staat. Nee, 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 nee. Gaat hij alsnog van de map afdonder? Oh, nou, nog net niet. Maar als ik erin ga zitten, geloof me, dat neemt wel wat gewicht mee. En dan vallen we er vanaf. Dus we respawnen hem lekker. En dan kunnen wij even ons geluid harder zetten. Hoe je elke keer oef, dat is heel raar, maar boeit mij het. Wat zullen we eens kopen? Speelgoed hebben we ook wel nodig. Ingeblikt voedsel. Ach joh, van alles wat. Hebben we hier nog wat voor? Ja, 5, maar dat is wel heel weinig. Nu hebben we precies 0 cash. Zo, hier rijdt ook iemand anders trouwens. Ik kan gewoon erheen rijden. Je moet niet van de map afvallen. Hier moeten ze wel echte hekken verplaatsen. Want als ik nou van de map afdonder, dan ben ik al mijn spullen kwijt. Dan heb ik mijn geld voor niks uitgegeven. Dus het is niet zo handig om te doen. Ik moet niet zomaar van de map af gaan vallen. Maar het is ook beter. Maar ik was dus deze game in de gaten aan het houden wanneer dit uitkwam. En het kwam elke keer niet uit. Ik was maanden aan het wachten. En toen maak ik op een gegeven moment mijn Robux op. Waar kom ik een week later achter? Retail Tycoon 2 is uit. 25 Robux. Ja, toen dacht ik verdorie, daar ging mijn Robux. Toen heb ik later Robux gekocht en heb ik alsnog deze game. Is de speelgoed nu al op? Aanvullen die app. Hier wat drones bij. Nou, dan is die gewoon vol. Ingeblikt voedsel. Huppakee. Waarom? Sommige dingen zijn in Engels. Het is niet helemaal goed vertaald.
This store was awful. I'm leaving. Dat betekent volgens mij dat hij deze winkel echt helemaal niks aan vond. Dat hij weggaat. Maar ja, boeit mij het. Als hij maar wat koopt, dan hebben we wat geld. En we hebben echt maar 60, ja nu maar $40. Want we moeten elke keer die rekeningen van deze mevrouw betalen. Hè? Jij werkt toch veel minder dan dat ik verdien. Maar goed, dat is jammer dan. Oké, dit is wel kloten. Er staat maar één iemand. Maar we moeten 1000 betalen voor nog parkeerplaats. Terwijl we 3 rekken hebben. Dus als we even $1000 gaan sparen. Dan kunnen we misschien... Ik heb niet alles kunnen vinden wat ik wil hebben. Nou, dan kunnen we misschien wat meer bezoekers krijgen. We krijgen dan maar 1 bezoeker uit 1 auto. Dat is wel heel weinig trouwens. Nu komen er bijvoorbeeld 2 uit. Dat is wat sneller. Eventjes kijken. Wat gaan we nu doen? We kunnen alvast naar het magazijn gaan rijden. Ik weet niet of mijn microfoon het nu goed doet. Want ik heb het net even uitgedaan en weer aangedaan. Maar ik weet niet of dat invloed had. Ik heb geen idee. Ik ga het zelf in de video ook wel zien. En je hoort verder, er zit nog geen muziek in deze game. Ja, er komt wel binnenkort muziek ID. Maar toch denk ik dat het Robux gaat kosten. Terwijl het nu gewoon zo vrij er staat. Kijk. Ik kan het wel even laten zien. Als je naar instellingen gaat. Oh nee, daar is nog niks. Beheer winkel. Dan heb je hier muziek ID. En dan kan je als het goed is muziek ID invoeren. Ik heb al wat gehad. Dus daar komen we goed uit. Maar of dat Robux gaat kosten, ik weet het niet. We gaan deze game goed in de gaten houden. Totdat deze game gewoon helemaal volledig... afgemaakt is. Oh, ik rijd langs de winkel. Wat ook wel vet is, dat we de garage waar de auto's kunnen parkeren binnen hebben. Gewoon overdekt. Ik heb nog maar $0. Dat is niet zo veel, dat is niet zo fijn. Even vrachtwagens bijvullen. Zo. En dan vond ik het eigenlijk wel weer mooi geweest voor deze video. Ik ga denk ik misschien nog even wat geld sparen. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Van Retail Tycoon 2. Letters!